Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In dit deel praten we met Pooja Chutkan. Ze is Miss Suriname 2024 en ze gaat ons vertegenwoordigen tijdens Miss Universe in Mexico. Pooja. Hoe voel je je om Suriname te gaan vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezingen? Om te starten is het voor mij een eer dat ik deze historische rol mag vervullen. En ik kijk er echt naar uit om naar Mexico te gaan, om Suriname op de kaart te brengen in een positieve zin en om de wereld te wijzen wat Suriname allemaal heeft. Ja. En wat betekent het persoonlijk voor jou om Suriname te gaan vertegenwoordigen? Als ik eerlijk mag zijn, is het voor mij excited en tegelijkertijd overwhelmend, want ik geloof dat Suriname heel veel te bieden heeft en we moeten wel de beste manier vinden om de wereld te wijzen hoe prachtig Suriname is, want we zijn uniek. Ik weet dat iedereen dat zegt, maar wij hebben het zwaar, denk ik. Dat we ook sowieso in harmonie leven en een prachtig land hebben. Dat we het wereldgroenste land zijn, al die dingen vind ik zijn eigenschappen van Suriname dat wel naar buiten moeten komen. Ja, en je hebt een heel traject achter de rug. We kennen je van Tropical Beauties. Hoe heb je je voorbereid naar dit punt? Het is allemaal begonnen bij de misverkiezing Miss Tropical Beauties 2023. Daar heb ik dus deel aan genomen. Het begon voor mij als gewoon een uitdaging en mezelf leren kennen. Dat traject is gestart in februari 2023. Mm-hmm. Het heeft dus een vervallen gehad met 3 maanden trainen met de organisatie. Van catwalk trainingen, social media trainingen, talking trainingen, mm-hmm. Everything behind it. Uiteindelijk zijn we dus overgegaan naar de finale avond. Eerst de audities, toen de introductieavond met vervallig de finale avond. De finale avond die was op 7 juli mm-hmm. 2023. Dat op zich was al een verrassing, ik ga eerlijk zijn. Je traint inderdaad al 3 maanden met 1 doel. Maar wanneer het moment daar is, dan sta je wel versteld van wat je hebt neergezet. En van dat punt uit zouden we dus naar de Miss Supranational verkiezing gaan. Dat zou in Polen gehouden worden. Daar keek ik ook heel erg naar uit. Europa is nieuw, alles nieuw zien. Maar dit jaar, en ik denk maart, kreeg ik... En hoe moeten zitten, je gaat niet meer weg. En dan kom je met, oké, great, die deur gaat dicht. Welke deur gaat open? Moet ik beginnen te huilen? Is het iets waar ik excited voor moet zijn? En na heel lang lobbyen van de organisatie, kreeg ik te horen in de maand juli, denk ik, mm-hmm. dat Supranational het echt niet wordt, maar we naar Miss Universe gaan. Mm. Op dat moment dan is het nog een beetje oké, ik ga nu naar Supranational. Maar hoe langer ik eraan dacht, hoe meer ik doorhad wat voor historisch moment het zou zijn. Na 25 jaar dat we teruggaan en het is voor het eerst dat 130 landen meedoen. Dus ik kom op tegen 129 andere meisjes. Prachtige meisjes van all over the world. We zijn dus in Mexico City zelf. We gaan er 3 weken daar zijn. 3 weken vol trainingen, vol sightseeing. Maar het voorwerk begint dus natuurlijk wel in Suriname. We zijn dus nu bezig met catwalk training om alles een beetje te refreshen. We zullen daar alles in het Engels doen. Mm-hmm. Dus die trainingen horen er ook bij. En verder ben ik wel heel erg excited voor het eten. Als ik het eerlijk mag zeggen. Hey, ik had echt iets anders verwacht. Ik ben heel erg excited voor het eten en wat Mexico te bieden heeft, ja, over het cultuur en landschap. Want eigenlijk verschillen we niet zoveel qua geologische ligging. We zijn wel een beetje verder, maar ik denk dat qua het klimaat we niet veel zullen verschillen. Ja, en als we blijven bij de voorbereidingen, wil je iets vertellen over de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens al die voorbereidingen naar Miss Universe toe? Oh, het is voor mij allemaal nieuw geweest, helemaal nieuw. Waarom ik dat zeg? Ik had altijd wel een droom, want dus ik wil meedoen met een pageant. Mm-hmm. Maar de background die had ik niet echt.
Als ik moet beginnen met de juiste schoenen waarmee ik niet aankwam bij de auditie, zo mistrap ik de beauties. En dan kom ik aan en dan heb ik een hakje van denk ik 5 centimeter. En dan zeggen ze me, als je wel meedoet, moet het wel 15 worden. Had ik zoiets, oké, ga ik vallen? Gaan jullie me helpen? Dus tijdens de auditie zei ik ze nog, ik heb geen make-up, ik heb geen goede hakken. Is het iets van mij? Moet ik het gewoon doen? En vol vertrouwen heb ik dus na de audities, na ze me hebben aangenomen, gezegd, oké, we gaan het doen. Voor mij was alles nieuw. Mm-hmm. Ja, had ik hakken. Nee, had ik de correcte hakken. Dus het leren lopen ging opnieuw. Make-up zetten ging opnieuw. Alles moest ik aanleren. En ik mag zeggen dat de organisatie in die 3 maanden ons wel alles heeft geleerd. En iedereen evenveel heeft geleerd. Niet dat we werden voorgetrokken. Iedereen heeft hetzelfde gehad om voor te bereiden op die finale avond. Mm-hmm. Oké, okay. En je hebt net dus gesproken over enkele uitdagingen, zoals de juiste hakken, make-up leren zetten. Heb je andere uitdagingen ervaren tijdens het hele proces? Toch wel. Het is wel me opgevallen dat men een beetje een vertekend beeld heeft van hoe de ideale rolmodel eruit kan zien. Mm-hmm. En dan zal ik het specifiek hebben over lichaamstype. Want daarvan heb ik wel heel veel kritiek gehad. Maar men moet wel doorhebben dat bijvoorbeeld de Miss Universe organisatie, ik geloof sterk dat zij niet zoeken naar een model, maar dat zij zoeken naar een rolmodel. En dat komt dus in verschillende vormen en maten en lengtes. En als ik praat over Suriname vertegenwoordigen, vind ik de ideale vrouw van Suriname een prachtige dame van 1,65 meter. Die lange niet afgesloten hoor. Die lange dames die hebben we ook. Maar de doorsnee Surinamer is wel een beetje aan de kortere kant als ik mezelf moet vergelijken met de rest van die meisjes. Mm-hmm. Oké. Okay. En november, is het zover? Wat zijn je verwachtingen? Het start voor mij oktober al, want oktober gaan we weg. Mm-hmm. Wat ik verwacht, als ik moet beginnen, ik denk heel erg overweldigend om daar te zijn. We zullen in een land samen zijn met 130 andere meisjes, 129 andere meisjes met mij 130, waarbij we allemaal eigenlijk het beste willen halen eruit. Mm-hmm. En tegelijkertijd de organisatie ons heel veel gaat willen laten zien. Dus ik kijk er naar uit, maar ik denk dat het heel uitdagend gaat zijn voor mijzelf van hoe ze het willen doen en wat ze ons precies gaan laten doen als het nou rondreizen is of gewoon een sightseeing en dagje. Het zijn wel 3 weken dat we daar zijn voor hun, met hun eten dat we gaan krijgen vandaar. Ik weet niet. Ik kijk er naar uit, ja inderdaad, maar ik weet niet wat ik moet verwachten daarvan. Mm-hmm. En er is een bepaalde programma die je zal moeten afwerken, en hoe je zal moeten presenteren, hoe je Suriname zal moeten aandragen. Hoe ben je voorbereid daarop? De voorbereidingen beginnen in Suriname al met de organisatie. Maar de Miss Universe organisatie zelf heeft dus wel enkele projecten of enkele modules die je moet doen. Mm-hmm. En dat heeft allemaal te maken met stereotypen, hoe je jezelf presenteert. Dat alles moet je ook volgen van de Miss Universe organisatie. Dat zijn dingen die wij behind the scenes al moeten doen, mm-hmm, vanuit Suriname. Waar ze ook op letten, denk ik hoor. Ze zeggen dat niet, maar ik denk dat ze daar ook naar kijken, naar je participatie. En vanuit Suriname om te kijken hoe of wat is de juiste manier dat wij Suriname naar buiten kunnen brengen. Want we hebben uiteindelijk, heb ik denk ik maar 10 minuten. Mm-hmm. Een gesprekje met de judges om ze binnen die 10 minuten zoveel mogelijk te vertellen over wie ik ben. Maar meer gefocust op wie is Suriname. Of wat is Suriname en wat hebben wij te bieden. Ja. En hoe denk je dat jouw deelname aan Miss Suriname een verschil kan maken voor Suriname? Ik hoop sowieso dat door mijn deelname aan de Miss Universe verkiezing, de 73ste, dat het vooruitgang kan brengen in de pageant life. Dat, mm-hmm, mensen het anders beginnen te zien. Want uiteindelijk staan we daar als ambassadeurs van ons land. We staan daar als 130 ambassadeurs van 130 andere landen. We kunnen heel veel daaruit halen. We kunnen toeristen naar Suriname krijgen door het beste plaatje van Suriname daar buiten, mm-hmm, te hebben. Behalve dat denk ik ook dat voor jongeren het een eye-opener is
that it doesn't matter how big the steps are or how long the staircase is. Focus on one step at a time. Want als je me zou zeggen 2 jaar terug dat ik mee ga doen aan Miss Universe verkiezing, zou ik probably lachen in je gezicht. Want ik zou dit niet denken. Mm-hmm. En ik wil dan dat Surinamers ook zien, dat jongeren zien. Ik heb het daar niet alleen specifiek over meisjes, omdat ik sterk geloof dat een pageant gaat als staat voor een ambassadeur van jongeren en mensen. Niet alleen meisjes of jongens, voor jongeren. En dat zij dus kunnen zien dat zolang je een droom hebt en je erachteraan gaat, dat het soms wel tot werkelijkheid kan komen. Ja, dus nu ben je echt bezig met de voorbereidingen. Maar laten we dus een situatie schetsen waarbij je dus een deelneemt, je komt terug. En het mooiste zou zijn dat je als weer naar terugkomt. Maar ondanks dus de resultaten, wat zou je willen doen wanneer je terug bent in Suriname als we kijken naar dus hoe het verloopt in Suriname als we denken aan pageant? Als ik terugkom, it doesn't matter. Wanneer ik terugkom, it doesn't matter the outcome. Mm-hmm. Wil ik alvast doorgaan met mijn projecten. Die hebben we dus ook moeten doen na het winnen van de titel Miss Tropical Beauty Suriname. Ik heb dus een project gestart, Gen Z Vision. Waarbij ik met een doelgroep Gen Z bezig ben. Tot nu toe hebben we 4 gehad. We hebben dus bij meneer Naipaal geplant. We zijn dus bij de Up to You Foundation geweest. We zijn bij Snake Patrol geweest. De kids gaan nog naar Suraniët en mevrouw Serafiani Koop. En wat hebben we allemaal in common? Ze werken allemaal aan environmental issues op hun eigen manier. Meneer Naipaal, die plant, Hadassah van der Jacht, heeft met ons een gesprekje gehad via de Up to You Foundation. Zij zijn bezig met clean-up days. Mm-hmm. De Snake Patrol, die is bezig met rescue van animals. En tot nu toe lijkt het misschien een beetje abroad, maar ik vind dat we indirect toch wel de impact kunnen hebben op een betere toekomst en natuurlijk een schoner milieu. We hebben dus ook Suraniët benaderd. Zij zijn een woman-owned business en zij designen slippers, Indian shoes. Zij zijn Surinamers, ze designen het, ze maken het van recycled materiaal en ze brengen ook de SDG goals naar buiten. Ik heb voornamelijk gekozen voor SDG goal nummer 13, klimaatactie. En zij brengen dus op hun manier, door die slippers, de SDG goals naar buiten, wat ik heel erg goed vind. Het is onbewust mensen bewust maken van de dingen die wij hebben waarop we moeten letten. En natuurlijk Miss Serafiani Koop, dat is de laatste miss van ons, van 1999. Zij is bezig met het maken van tassen van recycled material, mm-hmm, met hele mooie designs. En ik wil dus die kinderen bewust maken van wat we eigenlijk allemaal kunnen doen. We moeten inderdaad planten, ja, we moeten inderdaad opruimen. Maar we kunnen ook wel recyclen met dit materiaal. Want uiteindelijk gaat het om reduce, reuse of recycle. En ik wil dit project dus volgend jaar sowieso doordoen. Het hangt een beetje vanaf wanneer we kunnen planten en niet. With that being said, wil ik ook andere kinderen de gelegenheid geven om deel te nemen aan de projecten. Het is nu wel een klein groepje en de beelden komen wel op tv. Maar ik wil andere mensen wel de gelegenheid geven om deel te nemen. Ja, en zal dit project dus helpen aan je, ja, je road to Miss Universe? Hoe zal dat helpen? Al deze video's moeten dus opgestuurd worden naar de Miss Universe organisatie. Want zij willen dus zien wat je doet allemaal voor je community. Winnaar of geen winnaar. Mm-hmm. Ze vragen nu naar de video's, zodat ze kunnen zien waarmee je allemaal bezig bent. En niet dat je het laatste moment een project gaat uitvoeren, heel snel. En heel mooi gaat staan en alle foto's gaat posten. Maar dat ze wel echt zien dat je bezig bent. Mm-hmm. Oké. Okay. Je zei daar dat je gaat er moeten opnieuw tegen 129 andere dames. Wat denk je dat je sterke punten zijn? En wat zal dus jou onderscheiden van al die andere dames? Ik denk sowieso, mijn lichaamstype gaat me onderscheiden van de rest. Want ik heb naar een deel van de meisjes die ze hebben gepost gekeken. Mm-hmm. En die zijn wel hele mooie slanke dames. En ik denk dat ik daar wel een beetje ga uitschieten als ik naast ze zou moeten staan. En natuurlijk ook Suriname na 25 jaar naar zo'n groot podium gaan. Dat mensen wel een beetje nieuwsgierig gaan maken van wie is het eigenlijk en wat is Suriname. Mm-hmm. Oké, okay. En hoe hoop je dat deze ervaring je persoonlijk zal beïnvloeden en vormgeven? Het is denk ik kan niet zeggen hoe ik denk dat het me zal beïnvloeden. Want dit allemaal is al begonnen, voor mij persoonlijk. Het geeft me een ander kijk in het leven. En
sowieso ook dat ik projecten al lang wil uitvoeren. Ik had wel liever dat ik ze niet hoefde te posten. en ze een beetje privé kan houden. Iedereen gewoon kan genieten ervan. Maar dat ik wel zie dat er behoefte is eraan. Als het aan mij lag, had ik wel al mijn projecten privé gedaan en iets gepost. Maar hoe meer ik share op social media, hoe meer ik zie dat mensen wel, dat jongeren in het bijzonder, en daarvan schrik ik hoor, dat ze wel heel veel belangstelling hebben over de impact die we hebben op ons milieu. En dat ze geïnteresseerd zijn en dat ze wel mee willen doen. Want, voor example, de ene vond bijvoorbeeld het planten leuk, de andere vond Sneak Patrol leuk. Mm-hmm. En dat die kinderen wel zien dat uiteindelijk het klein beetje dat wij als persoon denken te helpen, dat uiteindelijk wel een grote impact maakt. Zo dat heeft me wel geraakt, dat ik zie hoeveel jongeren we hebben in Suriname die bewust zijn van wat we doen en wel een verandering willen plegen. Maar ze niet weten hoe of wat. En ik wens ze door dit traject wel de tools te geven hoe ze dit kunnen doen in het dagelijks leven. Ja, en je zei daar net Suriname zal na 25 jaar weer deelnemen aan een Miss Universe verkiezing. Natuurlijk zijn er een heleboel jonge dames die opkijken naar zo'n pageant verkiezing. En naar jou die bijvoorbeeld na 25 jaar de Suriname zal vertegenwoordigen op zo'n internationaal niveau. Wat zou je boodschap zijn aan deze jonge dames? Als ik zou moeten beginnen met jonge dames in het algemeen. Het maakt niet uit wat je studiebackground is. Want ik studeer geen wetenschappen. En je ziet niet altijd een pageant queen komen uit de studierichting geen wetenschappen. Yeah. So it doesn't matter what your studiebackground is. As long as you have a dream, zou ik zeggen, ga erachteraan. Je weet maar nooit wat de impact is dat je kan hebben op de samenleving. Wiens levens je kan veranderen. En al hoe lang, ik heb het net al gezegd, al hoe lang de staircase lijkt. One step at a time. En het start allemaal dus bij deelnemen aan de Miss Suriname verkiezing. Om daar geselecteerd te worden, zodat ze naar Miss Universe kunnen gaan. Ja, en als we kijken naar de ondersteuning die je hier krijgt in Suriname, wat zou je daarover kunnen zeggen? De ondersteuning van bepaalde mensen zijn er. Mm-hmm. Maar vind je dat de bewustwording groter moet worden over welke rol een Miss Suriname op internationaal niveau kan betekenen voor Suriname? Ik vind wel dat er meer bewustwording moet zijn voor wat de pageant life eigenlijk is. Mm-hmm. Het is niet alleen mooi staan en mooi kijken op een tv of een foto maken hier. Uiteindelijk, zoals ik het eerder al zei, zijn we ambassadeurs van het land. Wij zijn degene die in contact komen. Of in contact kunnen komen met mensen die wel een impact kunnen maken. Verder in hun land ook. Waardoor we toeristen naar Suriname kunnen krijgen. Based off deze ervaring voor bijvoorbeeld alleen. En dat pageant queens, het zijn niet alleen mooie meisjes en slimme meisjes en ambassadeurs. Het zijn ook mensen die een impact kunnen maken op andere gebieden. We kunnen de SDG goals kunnen gewoon allemaal één voor één aanpakken. En ik vind dat deze dingen wel naar buiten gebracht moeten worden. En men een beetje met de andere oog moeten kijken naar pageant queens. Ja, mooie boodschap, Pooja. Dankjewel. Zo, we hebben nog iemand van de pageant industrie die ons meer gaat vertellen over de Miss Suriname verkiezingen van 2025. Dus gaat u nog niet weg. We spreken zo meteen Jeremy. Zo, we praten nu met Jeremy Chinakun. Iedereen kent hem van Miss Tropical Beauties, maar nu is het Miss Suriname. We hebben zo meteen een afvaardiging van Suriname naar Mexico om deel te nemen aan de Miss Universe verkiezingen. Van uw oogpunt uit, hoe is de voorbereiding geweest? De voorbereidingen die zijn best wel zwaar geweest. Ik denk in het vorige gesprek met Pooja. Zij is het al, eigenlijk hadden we hele andere plannen voor dit jaar. En in maart ongeveer werden wij al gecontact van. Eigenlijk moet ik toegeven, we zijn al sinds 2015 bezig om naar de Miss Universe verkiezing te gaan. De Miss Universe verkiezing is hoog aangeschreven internationaal. Het is een van de hoogste naast de Miss World verkiezing. En toen we zijn gestart met Miss Tropical Beauty Suriname, was Miss Universe al.
eigenlijk waar we naartoe wilden. We zijn in 2015 geweest naar Miami toen, waar het gehouden werd. Hebben de ins en outs kunnen zien, hoe het toen voorbereid werd. Toen was het nog onder, heel grappig, was toen nog onder leiding van Donald Trump was het toen. En ondertussen is het 3 eigenaren verder. Dus een heel nieuwe organisatie die erachter staat. En toen in, eigenlijk, ze hebben het format niet echt veel veranderd. Maar toen we in 2015 waren, was het voor ons ook van, hey, hier willen we zeker aan meedoen. Het opent deuren. Niet alleen voor de winnaar, maar ook voor gewoon dat je gezien wordt als land. Ja. Want het wordt bekeken door 1 biljoen mensen in any country. Ja, je ziet het aantal deelnemers dit jaar, 130. Dus ja, het is een mooie marketing tool voor Suriname. Het is een mooie manier om Suriname te belichten. Weliswaar door 1 persoon. Maar het is wel een mooie manier om ook je land naar voren te brengen. We hebben in het verleden met Supranational gezien dat daar de stigma ook al weg was. Van waar is Suriname? Waarom wordt Suriname gezien als Caribisch land? Want bij Supranational deden we mee in categorie Caribbean. Mm-hmm. Dat was gewoon puur vanwege onze paspoort. Maar ook onze historische achtergrond. Kijk, we zijn geografisch liggen in Zuid-Amerika. En we werden toch gezet in Pool Caribbean. Samen met Guyana. Vanwege die historische banden die we hebben. Dus dat is eigenlijk ook een stukje kennis. Mensen kennis geven. Ja. Maar de Miss Universe verkiezing opent wel deuren. Er komen meer mensen bij kijken. Er komen meer sponsoren bij kijken. Mensen zijn geïnteresseerd. Waar is je land? Mensen kijken naar hoe de diversiteit. Want je bouwt op. Ook 10 jaar Supranational zie je ook dat we verschillende type meisjes hebben gestuurd. En mensen kijken van, huh, Suriname, how come you have so many different cultures? Every time, last year you sent a girl who looked Indian. Then you sent a girl who looks with African descent. Then you sent a girl who looks Chinese. So, dat soort nieuwsgierigheid en wat men eigenlijk wil weten, dat creëert zo'n verkiezing. Eigenlijk zo'n deelname. Maar dat is eigenlijk ook bij alles waaraan we als Suriname deelnemen, zie je altijd een verscheiden groep aan mensen gaan. Dus voor ons is eigenlijk Miss Universe, kan je zeggen, ik wil niet zeggen als het de cherry on the cake is, maar tenminste als de icing on the cake. Want de cherry on the cake is die kroon die je neemt naar huis. Ja, en natuurlijk zijn we allemaal nieuwsgierig naar hoe het dit jaar zal verlopen. Hoe zal Suriname dus het geheel kunnen volgen? Het geheel zal te volgen zijn via de Miss Universe pagina, maar ook via de Miss Universe Suriname pagina. En ik dacht ook via ATV, gaan we een deel te volgen zien. De finale? De finale denk ik wel. Ik denk dat ATV al gesprekken voert met de organisatie om de live uitzending hier te doen. Dus fingers crossed dat gaat gebeuren. Maar natuurlijk gaan wij ook updates zetten van Pooja, haar journey op weg naar Miss Universe. We volgen al een deel op de zondag via ATV kanaal 12.2 in onze Road to Miss Suriname. Yeah. Want zoals ik al zei, Miss Universe was niet in de planning. We waren anders bezig en we waren al bezig met de nationale verkiezing. Dus vandaar ook dat je nu eigenlijk, mensen vonden het al een beetje verwarrend. Ja, maar dan hoe is Pooja gekroond? Dan hebben we nog 15 kandidaten. Het heeft voor heel veel verwarring gezorgd toen we 10 augustus dat bekend hadden gemaakt. Maar het was eigenlijk 2 projecten die eigenlijk gefuseerd zijn in 1. Mm-hmm. Het is de afvaardiging, want we waren verplicht om iemand af te vaardigen dit jaar. We hebben ook gevraagd van, mag het volgend jaar? Ze zeiden nee, als je dit jaar, ga je dit jaar meedoen. Dus ja, Pooja was toen nog de huidige Miss Tropical Beauty Suriname. Dus die overstap was eigenlijk makkelijk om er direct te kronen naar. Ja. Als de nieuwe Miss Suriname / Miss Universe Suriname. Want dat was ook een van de voorwaarden. De winnaar van de nationale verkiezing is degene die je moet afvaardigen. Niet de first runner-up, niet de second runner-up. Anders moet je heel verslag gaan doen waarom. Maar zij is de aangewezen persoon geweest. En dat hebben we toen direct gezet, omdat we al een beetje bezig waren met haar om te trainen voor Supranational. Toen hebben we gezegd, oké, Pooja gaat naar Miss Universe. We moeten het officieel bekendmaken. En aangezien we toch met de nieuwe kandidaten bezig zijn, dan doen we op 10 augustus een officiële reveal show. Mm-hmm. En in die show hebben we toen de 15 kandidaten bekendgemaakt die in het nationaal traject bezig waren. En op dat moment, op diezelfde avond, hebben we Pooja direct de kroon en sjerp gegeven. Zodat het internationaal kon zien dat we een vertegenwoordiger hebben. Dat was eigenlijk die hele opzet van 10 augustus. Want mensen waren echt een beetje broeia. En daarom zie je op vanaf zondag gaan we het traject van Pooja volgen. Maar ook het traject van die 15 kandidaten. Die meedoen aan Miss Suriname 2025. Mensen vragen, ja, waarom 2025? Omdat we eigenlijk de winnaar zijn kronen voor het volgend jaar. Ja. Maar we starten vroeg,
Omdat we ook hebben gemerkt dat trainen voor Miss Universe is geen 2-3 maanden werk. Je bent echt een jaar bezig. Ja, precies. Oké. En als we kijken naar de support die de organisatie kreeg, maar ook de Miss die een Suriname zal vertegenwoordigen in Mexico. Hoe verloopt dat? Hoe kijk je daaraan tegen? De support mag altijd veel beter. We hebben een paar bedrijven die achter ons staan. Thank God. We hebben ook wat support van vrienden, familie, kennissen van Pooja, ook familie, vrienden, kennissen van mij. Wat vrienden en de samenleving, pageant, volgers. Maar het mag natuurlijk altijd een beetje meer. Mm-hmm. Het kost een beetje, het kost niet een beetje, het kost heel veel. Mm-hmm. Om te gaan internationaal. We doen het voor Suriname een beetje. Ook een beetje voor jezelf, maar ook meer voor Suriname. Want uiteindelijk trek je Suriname aan. Yeah. Dus ja, ik denk dat pageant nog niet wordt gezien in Suriname als te zijn een priority. Maar we hopen wel dat het daar naartoe gaat. Omdat wat wij presenteren is ook een vorm van podiumkunst. En het is jammer om te zien dat in Suriname podiumkunst een beetje aan de kant gezet wordt. En ook voornamelijk over zang, dans, acteren. Het lijkt alsof we in Suriname, en sorry dat ik het ga zeggen, maar wel heel veel alleen maar gericht zijn op sport. Yeah. Niet alleen sporters dragen Suriname uit. Er zijn ook andere takken van creativity die Suriname uitdragen. En ik denk dat bedrijven ook daarna een klein beetje meer mogen gaan kijken. En dus ja, de support is er. We zijn heel blij met onze sponsoren en onze partners. Zeer zeker. En, maar we mogen ook meer. Ja. Zeker. En de bewustwording over de pageant life in Suriname? Moet nog komen. Men denkt dat het afleeskeuring of het al lang jaren niet meer is. Het is een, je merkt dat het meer de definitie nu van schoonheid zit in zelfverzekerdheid. Je merkt dat, ik zeg het ook, ik ga stoppen, want ik geen kandidaten heb. Maar je merkt aan de kandidaten, en dat gaan jullie ook zien in de afleveringen die we nu gaan presenteren elke zondag, ga je zien hoe de trainingen zijn. De trainingen zijn best zwaar. Heel veel van de dames zien een transformatie in zichzelf. Ze krijgen van mediatraining tot women empowerment training, tot mental health life coach training, tot building your brand. Hoe positioneer ik mezelf als een brand, maar als een persoonlijke brand binnen de maatschappij? En vanuit daar gaan ze leren. Ze hebben presentatietechnieken gehad. Ze hebben laatst ook een training gehad hoe ze een projectproposal in elkaar moeten schrijven. Basic life skills over hoe je een contract moet lezen. Zelfverdediging. Dus het is veel meer dan alleen maar uiteindelijk een kroon winnen. Het is een hele rebranding, rebuilding van jezelf. Ja. En dat is het nu geworden. En dat merk je ook. Het is al lang niet meer van, oh, loop leuk in een zwempak, loop leuk in een evening gown, zet een paar make-up en je bent klaar. Ja. Daar komt echt veel meer bij kijken. En natuurlijk ook, we hebben ook een talentenronde erin, omdat we ook vinden dat er daaruit vaardigheden komen die meeste kandidaten later gebruiken. Ik heb heel veel kandidaten gehad die, ik weet dat ik eentje heb gehad die dans had gebruikt, dansschool heeft opgericht, anderen hebben het marketing aspect genomen. Die hebben heel veel geleerd bij en hebben ook uit hun talent een beetje, hoe zeg je dat moeilijk, een project van gemaakt en ook zichzelf daar op de kaart gezet. Dus het talentgedeelte ontwikkelt zich en dan kunnen kandidaten ook zien, hey, ik kan veel meer daarmee of hey, ik ontdek iets nieuws over mezelf. En dat is eigenlijk waar we naartoe willen. Ja. En als we kijken dus naar de nationale verkiezingen 2025, die zijn al een poosje gaande. Ja. En aanstaande zondag begint de eliminatieronde. Wat kunnen we verwachten van de eliminatieronde? Nou, ik zou zeggen, blijf kijken op kanaal 12.2 op zondag. De eerste aflevering is er geweest. Dat was afgelopen zondag, hebben de kandidaten hun talent mogen presenteren. Mm-hmm. Binnenkort gaat het verkort sms-nummer in waarbij de kandidaten dan, waarbij het publiek mag meehelpen bepalen wie de winnaar is. Dus het publiek gaat ook bepalen een beetje in de eliminatie. Wie blijft en wie mag door. Dus dat wordt een beetje spannend op de zondag. Maar u gaat ook zien de behind the scenes van wat onze kandidaten hebben gedaan de afgelopen periode. Dus alles wat ik net heb verteld, gaat u ook zien in het hele traject. En het is een hele mooie journey. Ik heb al heel veel van de beelden gezien eigenlijk. Ja, I'm reliving de 6 maanden die we met ze bezig zijn. Maar ik mag wel toegeven dat we op 2 november een hele spannende finale gaan hebben. Het zijn 15 jonge dames die echt goed tegen elkaar zijn opgewassen. En ik wens de jury echt heel veel succes.
Ja, als we toch nog even blijven bij de eliminatieronde. Mm-hmm. Kunt u ons uitleggen hoe het eliminatieproces verloopt en waar de jury op let bij deze 15 deelnemers? Nou, de jury die gaat letten op verschillende aspecten. Een fase was bijvoorbeeld de talentenronde. Mm-hmm. Daar heeft de jury gekeken naar hoe is het talent in elkaar gezet. Was een entertaining voor het publiek dat op 10 augustus daar aanwezig was. Was er interactie met het publiek? Was er interactie tussen en gebruik van het podium van de kandidaten? En normaliter dan halen we altijd een bottom 4, zeg ik dat altijd. De kandidaten die het minst gescoord hebben. Ja. Die gaan dan zitten in de eliminatiestoel. Hoe we de eliminatie gaan doen, daar zijn we nog, dat is een verrassing. Omdat we dat elk jaar even anders doen. Vorig jaar hadden we de kandidaten gezegd om 1 kandidaat te 7 en terug te zetten op de stoel. En dan werden 3 in de stoel gezet en het publiek mocht stemmen wie blijft en wie gaat. En in het verleden hebben we toen ook echt kandidaten die iets langer, die een paar 2 keer op de stoel waren, hebben we echt de show moeten laten bedanken. Of moeten bedanken voor de show. Dus dit jaar gaan we het een beetje anders aanpakken. Dat is echt een verrassingszondag in de uitzending. Oké, maar hoeveel mensen of hoeveel deelnemers zullen geëlimineerd worden? Oeh, dat is een hele opvallende vraag. Als we kijken naar het aantal wat we hebben in de show, mm-hmm. en we zouden moeten elimineren, dan gaan we denk ik met 10 naar de finale. Dus dus 5 veel. Moeten elimineren. Maar sowieso op de finale avond is er daar een cut. Mm-hmm. Want we gaan de show doen met, als alle 15 door gaan doen met 15 kandidaten, dan cutten we naar 7. Mm. En dan katten we uiteindelijk naar 3. Mm. Ja, dus dat is wel de opbouw van de show van 2 november. Ja. De opbouw naar 2 november toe, dat kan nog een beetje spannend worden. Maar dat heeft allemaal ook te maken met de inzet van de kandidaten. Ja. Ik ga niet voor jokken. We hebben ook bij de eliminatie, gaan wij ook als organisatie, want als wij vinden dat de kandidaat geëlimineerd wordt, van wie wij denken van, de inzet zit er wel in, maar om de een of andere reden heeft ze laag gescoord of niet genoeg stemmen gehad van het publiek, gaan wij die persoon wel een tweede kans geven. Oh, okay. Omdat wij vinden dat als wij zien dat jij wel een bepaalde progressie hebt gedaan tijdens de training, je was op tijd, je was aanwezig, je hebt je van je beste kant laten zien, vind ik niet dat je daarvoor nog geëlimineerd hoeft te worden. Omdat ik ook denk dat je daar nog potentie in hebt. Dus dat gaan we nog even, dat is ook iets dat er wel plaatsvindt. We noemen het vanuit de organisatie veto-recht. Dat wij ervoor gaan zorgen dat als een kandidaat van wie wij vinden van, hey, ze heeft niet genoeg stemmen gehad en ze is net beland in de laatste 4 en wordt geëlimineerd, dat wij wel een stokje voor gaan zetten. Oké. Okay. En we kennen dus de verkiezingen die eerder zijn gehouden als de Tropical Beauties verkiezingen. Maar nu is het gegaan in Miss Suriname. Mijn andere naam. Ik neem aan dat er misschien kleine wijzigingen zijn. Zijn er dus in deze eliminatieronde andere voorwaarden meegenomen? Nee, laat me het anders zeggen. We hebben in de 10 jaar Tropical Beauty zijn de voorwaarden eigenlijk bijna hetzelfde gebleven. Alleen met Miss Universe erbij hebben we een paar aanpassingen moeten brengen. We hebben de leeftijdsgrens verhoogd naar 34 voor deelname. Ja. Bijvoorbeeld vrouwen met kinderen en getrouwde vrouwen mogen nu ook meedoen. Hmm. We hebben ook niet meer gekeken naar, zoals Pooja zei, ook een van de dingen die Miss Universe heeft weggelaten. De body type hebben we ook niet meer, kijken we ook niet zozeer meer naar. Jij moet zelf confident voelen in jouw skin en zeggen ik doe mee. En we hebben ook niet meer gekeken naar de lengte. Dus ook korte dames krijgen nu de kans om mee te doen bij ons. Dus dat zijn criteria waar we een klein beetje minder naar gaan kijken. In het verleden hadden we wel daar heel veel, keken we wel heel streng, een beetje streng daarna. Mm-hmm. Maar nu hebben we zoiets van, aangezien de machine voor de organisatie het niet zo erg vindt, dat body type en dingen, je ziet wel dat de standaard beauty queen nog steeds gaat. Mm-hmm. Weet je, lang, slank, een bepaalde lengte heeft. Maar soms moet je ook degene zijn die de stereotype een beetje breekt. Pooja zei het al, ze gaat al een beetje uitsteken omdat zij een voluptuous body heeft. Ze is niet de size zero die we gaan sturen. Maar ze is niet de enige. Want er zijn nog 1 of 2 landen die ook niet de eigenlijk de, wat men van
een Miss Universe altijd verwacht. Weet je, de huidige is lang, ze is slank. Ik denk maatje zero, dat is wat ze zeggen. Maar er komen nu ook andere dames bij. Vorig jaar was er ook al een plus size dame die daar heeft meegedaan. Zij was echt plus size. Want mensen zeggen, ja, maar Pooja is plus size. Nee, Pooja heeft gewoon curves. En mm-hmm. she looks very nice with her curves. So I think het mag ook een beetje zijn dat het beeld voor een misverkiezing ook een beetje mag gaan veranderen in Suriname. Want Suriname heeft niet alleen lange, slanke maatje zero dames. Yeah. We have curves. All ladies have curves. En dat is ook waar mij altijd naar kijkt. Dat onze Surinaamse vrouwen een beetje een mooie vorm hebben, mooie curves hebben. En waarom mag dat niet weer gereflecteerd worden in de nationale misverkiezing? We doen echt in Suriname, ze is geen mis, want ze is niet lang slank. En zoals de ideale beauty standaarden die gezet zijn door internationale normen. Nee, onze Surinaamse meisjes zijn zwart, wit, geel, dus hebben. Ze zijn Javaans, ze zijn Chinees, ze zijn Creoles, ze zijn Douglas, ze zijn Moxie. Waarom kan dat niet weer gereflecteerd worden in onze nationale misverkiezing? Of in alles wat we doen nationaal? Daarvoor staat de organisatie nu. We gaan ook kijken naar dat het niet maar één... Kijk, los van de diverse misverkiezingen die er zijn, zoals Miss Inheems, dat kijkt naar cultuur. Miss India kijkt ook naar cultuur. Miss Suriname is voor elke mis. Ongeacht als je naar Paramaribo woont, Sipaliwini, Nikeri, ongeacht hoe je eruit ziet. Wij hebben de regels gezet, 18 tot 34 jaar. We hebben geen bodytype, we hebben geen lengte, je mag getrouwd zijn, geen kinderen hebben. En je mag eruit zien hoe jij eruit ziet. Ik denk dat het een weerspiegeling moet zijn van onze maatschappij die daaraan meedoet en dat Suriname zich herkent. En dan is het aan het publiek, want je weet, we hebben een Facebook, we hebben een mening. Iedereen heeft een mening. Ja. En het wordt tijd dat ook wij ervoor gaan zorgen dat de meningen gaan veranderen. Van wat de ideale beauty type is. Want dat is niet prettig voor anderen. Je geeft ook het verkeerde signaal als je vindt dat je alleen maar lang, slank eruit moet zien. Om de ideale beauty type te zien. Dat is ook het verkeerde beeld dat je geeft aan jonge meisjes. Dus wat je nu geeft, en daar ben ik ook blij met de nieuwe voorwaarden van Miss Universe. Ik weet dat we een jaar, ik dacht dat het 2021 was, toen we heel controversieel zijn gegaan met onze kandidaten. Heel veel backlash heb gehad over die kandidaten, hoe ze eruit zagen en dat ze geen mis waren. Maar het heeft wel voor revolution gezorgd. Mm-hmm. Dat we ook onze eerste mis hadden gekroond met dreads. Want dat was ook iets. Ja, je mag geen dreads hebben om mee te doen aan misverkiezing. Wie heeft dat gezegd? Of iemand zei me ook, moet je alleen Nederlands praten? Nee, we praten Surinaam ook Surinaams. Bij de Nederlandse taal niet machtig, maar je kan vloeiend Surinaams spreken. Waarom mag je niet meedoen aan Suriname? Dus it's aan onze organisatie to change the beauty standards. Maar het is dan ook aan het bedrijfsleven en de samenleving om mee te gaan. Daarin, zodat we ook ideaal kunnen veranderen. En misschien is dat ook een stapje naar, hopelijk binnenkort, ook dat internationaal. Je ziet ook dat korte meisjes nu misverkiezingen winnen. Dus dat is ook al het beeld dat binnenkomt om die beauty standards een beetje te gaan veranderen. Dat we ook gaan kijken van, beauty is in the eye of the beholder, zeg maar altijd. Maar ik zeg altijd, beauty is synoniem voor zelfverzekerdheid en confidence. Ja, en dan nog een vraag, want je zei, 2 jaar geleden heeft de organisatie heel veel backlash gekregen. Er was ook een discussie gaande van mogen dames met tatoeages deelnemen. Ja, klopt. Ja. En wat is het standpunt van de organisatie nu? Met tatoeages, eigenlijk hebben we in het verleden ook tijdens Tropical Beauties hebben we tatoeages gehad. Mensen hebben ze alleen niet zichtbaar gezien. Voor het eerst had ik een kandidaat die openlijk is aan de rug is aan de tatoeages. Maar ik heb heel, in het verleden heb ik kandidaten gekroond met tatoeages. Uh-huh. De standaard met tatoeages is dat je even wel moet letten op wat er op de tatoeages geschreven staat. Mm-hmm. Dus tatoeages met een beetje tekst of een uitdrukking dat niet eigenlijk past. En dat is ook een breed aspect. Daar hou je rekening mee. Of we cover it up with a bit of make-up. Mm-hmm. Maar het is dat we niet zo streng kijken naar de tatoeages of de piercing. We gaan alleen met je in gesprek om te kijken. Van hey, voel je comfortabel, wil je het laten zien? Ik heb meisjes gehad die het niet wilden laten zien. Dan kiezen we ook de kleding daarvoor. Ik heb andere meisjes die het gewoon openlijk willen laten zien. So we kind of look, als je een tatoeage voor me zet met een doodskop en een mes er doorheen, misschien moeten we dat toch even bedekken, wat is part of your. Maar ik denk dat we wel daarop niet zo moeilijk meer over doen. En een heleboel vertelt, Germaine. Als je een boodschap zou moeten geven aan een Surinaams publiek, maar vooral dus jonge meisjes die uitkijken naar
deelnemen aan zo'n pageant show, wat zou dat zijn? Belangrijkste is, doe eerst je onderzoek. Wie is de organisatie? Waarvoor staat de organisatie? Past de organisatie binnen de normen en waarden waarmee jij bent opgevoed? En ga ook even naar wie zijn de hoofdkeypersonen die in de organisatie zitten. Wat ik heb gemerkt is dat vooral jonge meisjes en jonge heren die in de modellenwereld willen gaan of iets willen doen, geen research doen. Ze zoeken niet, ze zien iets maar en ze schrijven maar klakkeloos in en met alle gevolgen van die. Yeah. Ga onderzoek doen. Je men kent mij, maar misschien is Miss Suriname niet de verkiezing voor jou. Yeah. Doe je onderzoek, dat is één belangrijk. Doe je onderzoek, doe je voorbereiding voordat je inschrijft. Bespreek het thuis. Want het is van belang dat wanneer je straks in de schijnwerper staat, jij niet alleen in de schijnwerper staat, vooral in Suriname, je staat met al je naaste familieleden in de schijnwerpers. En ten derde, wees altijd jezelf. Authenticiteit wint het van fake gedrag. Mm-hmm. Ga ook naar wat je wil halen uit de misverkiezing. Om deel te nemen, als we nu specifiek naar de misverkiezing kijken. Puur om te winnen, dan moet je mindset ook daar zijn. Maar ga je om als je een bepaalde groei en een bepaalde zelfontwikkeling wil meemaken, dan kom je ook daarvoor. Maar belangrijk is wat ik zeg, doe je onderzoek, kijk als het past, we spreken thuis en schrijf je daarin. En als je hebt ingeschreven, stap ook die drempel om door te gaan met waarvoor je hebt opgegeven. En wie is altijd jezelf? Ik denk dat het belangrijkste is altijd jezelf zijn en down to earth. Fakeness, fake it till you make it, zeggen ze soms, maar ik ben niet een voorstander daarvan. Want je gaat jezelf tegenkomen in de spiegel. En vooral in dit traject kom je jezelf zeer zeker tegen. Ja. Zo kijkers, de woorden van Jermaine waren heel duidelijk. En de boodschap aan jonge meisjes. Als jullie willen deelnemen, dan volg deze stappen op. En dan moet het zeker goed komen. En voor wat de support betreft voor de pageant industrie in Suriname. Ja, daar vechten we nog een tijdje aan. Maar die bewustwording moet komen. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.